Het terrein van Amarant aan de Bredase Weg stond afgelopen weekend helemaal in het teken van sport en spel tijdens het G-sportweekend. En één ding is zeker, je hoeft er niet stil te zitten. 15 verschillende sporten en activiteiten. Voetbal als grootste, maar handbal, discgolf, korfbal. Maar inmiddels ook wat nieuwe sporten zoals klimmen, zwaardvechten en allerlei andere activiteiten dit weekend. De kracht van sport en bewegen, dat hebben we in coronatijd natuurlijk al helemaal gezien, is natuurlijk heel belangrijk. Plezier, sociale verbinding, in beweging blijven voor je gezondheid. Vooral om zoveel mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar te brengen en het plezier te zien. Dat is voor hen zelf, maar ook voor hun begeleiders, hun familie en iedereen die hier aan de kant staat heel erg belangrijk. Nou ja, het weekend is in ieder geval geslaagd als we zien dat iedereen hier met plezier komt en met nog meer plezier weggaat. En dat iedereen hier weggaat met de gedachte, ja, dit waren inderdaad de 3 dagen lang de dag van mijn leven. En is dat een beetje gelukt? Ik vind het superleuk dat zulke dingen georganiseerd worden voor de mensen die hier wonen, woonachtig zijn. Om een leuk weekend ervan te maken. En wat ik het leukste vind is om lekker sportief en actief bezig te zijn. En dat is ook weer iets anders dan op een groep zitten en op een iPad op een beeldscherm zitten. Dus ik vind het wel echt superleuk dat het georganiseerd wordt. Wat ik wel het leukste vind, ja, artiesten die op het komen trainen, John de Beuven komt straks. En dat is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon leuk om hier te zijn. En dit is gewoon een heel leuk sportweekend. Dus ik heb het echt wel heel erg altijd naar mijn zin. Ik vind het G-sportbal weekend best wel echt een leuke sport. Ik raad het iedereen aan. Ik vind het allerleukste gewoon dat het gewoon echt goed gaat.